Hoi, leuk dat je kijkt. Ik heb vandaag potloden meegenomen. Die potloden vond ik in mijn tas. Wat kleuren in mijn vrije tijd is heerlijk. Maar ik heb ook een boek. De Krijtjes staken. En het is geschreven door Drew Daywald en getekend door Oliver Jeffers. Dit boek gaat er eigenlijk over dat Teun heel graag ook wil tekenen. Maar als hij zijn tas open doet, zijn zijn krijtjes verdwenen. Hij vindt eigenlijk alleen een stapel brieven. Nou, hij is natuurlijk heel geïnteresseerd van wie die brieven zijn. En wat blijkt? Alle krijtjes hebben eigenlijk een brief geschreven naar Teun. Ik lees er even één voor hoor. Beste Teun, begrijp me goed. Ik vind het heel fijn dat je meteen naar mij op zoek gaat als jij druiven, draken of tovenaars tekent. Maar ik kan er absoluut niet tegen dat mijn prachtige paarse kleur altijd buiten de lijntjes terechtkomt. Als jij niet onmiddellijk netjes binnen de lijntjes begint te kleuren, dan stop ik ermee. Je keurige nette vriend, paars krijtje. Nou, zo te zien is paars krijtje echt wel heel erg boos. Hij heeft eigenlijk niet meer zoveel zin om te tekenen. Nou, alle krijtjes hebben een verhaaltje geschreven of een brief geschreven waarom ze eigenlijk niet meer willen tekenen. Maar gelukkig komt er op het eind een hele goede oplossing. Lees het boek gauw, dan weet je ook wat de oplossing is. Doei!